Ik heb tijden met een memo recorder opnames gemaakt voor onderwerpen en thema's voor het bloggen. Toen wilde ik dagelijks gaan bloggen. En ik merk nu dat ik hetzelfde doe met dat vloggen. Ik loop ook door het bos, neem ik opnames om te gaan vloggen. Nou, ik vind het gewoon leuk. Houd dit vast, hè? Houd dit vast. Hij blijft gewoon staan, goed zo. En het is natuurlijk leuker om te laten zien. Kijk, nu laat je ook gewoon weer mensen voor. Dus dit is een zebrapad. Dole gaat hij? Dan lijkt het alsof je gewoon heel veel aan het honden uitlaten bent. Wat in wezen ook zo is. Zo lekker op de donderdag. Rij, Joep. 5:30, 6:00 moeten trainen. Even pannenkoeken erin gooien. Ja, kom maar over. Jij kunt wel alleen naar huis, of niet? Ja. Ik las gisteren op Twitter een jongen die daily vlogt. Of een jongen die op Twitter al 1,7 miljoen volgers heeft. Of die zegt van ja, het is gewoon niet meer te doen. Je bent elke dag ben je druk bezig om een product te maken dat nog meer views gaat halen dan de dag ervoor. En hij heeft het totaal gehad. Je leeft niet meer je eigen leven en hij wil zijn eigen leven terug. Hè? Nou, toen dacht ik, nou, dagelijks vloggen, dat is hem ook niet. Alles goed, jongens. Hey, dag Lola. Lola, kom eens hier. Hier! Goed zo. Kom eens hier. Ja, moet hier, hè? Lola, kom!